De enige nieuweling in de Fortuna-basis, keeper Luc Koopmans, mag meteen vissen. Want dit is niet heel handig van centrale verdediger Siovas. Kolderieke eigen goal vroeg in de wedstrijd bij Fortuna. En dat recept herhaalt zich aan de overkant. De keeper van Eindhoven, Borgmans, gaat de fout in. Córdoba schiet vervolgens namens Fortuna de 1-1 tegen de touwen. En daarmee zal de nieuwe trainer van Fortuna, Danny Buijs, zich dus niet verveeld hebben. Hij stuurt zijn ploeg aan tijdens de drinkpauze in de verzengende hitte. En ondertussen blijven Córdoba en Siovas de blikvangers bij de ploeg uit Sittard. De Spanjaard mist meerdere serieuze kansen. En deze prachtige omhaal van Siovas, die gaat er ook niet in. In de rust wisselt Fortuna alle veldspelers. En dat biedt letterlijk en figuurlijk wat kansen voor Eindhoven. Getraind door de Limburgse coach Willem Wijs. Spits Evan Rotier heeft het vizier echter niet op scherp staan. Bij Fortuna in de tweede helft de nieuwelingen Robberechts en Belkier in de aanval. Zij vinden elkaar hier wel, maar Robberechts scoort niet. En zo blijft het bij het officieus debuut van coach Danny Buijs bij een gelijkspel. Je had jezelf wel kunnen belonen door inderdaad met 3-4 goals de rust in te gaan en al met een ruime voorsprong. Aan de andere kant zeiden er ook een paar dat ze wat goals bewaren voor de competitie, dus dat is dan een geruststelling. Ja, weet je, het is de zesde minuut, dat kan ik één keer gebeuren en dan gebeurt dat niet meer. En dan de tweede helft blijf je staan, krijg je een hoop wisselingen. Krijg je iets meer kansen tegen en dan is het wel lekker dat je ook nog een paar ballen kan pakken. Ja. De eerste helft is echt de bril waar je naartoe wil met de norm voor Fortuna in de Eredivisie. En de tweede helft is vooral jongens fit te maken en jongens vanuit je eigen jeugdafdeling, vanuit de regio, kansen geven om ervaring op te doen en zich te ontwikkelen. En dan gaan we kijken hoe dat zich de komende weken verder gaat ontwikkelen.